Beste vrienden van Elim, het is alweer een ruime maand geleden dat we elkaar fysiek mochten ontmoeten. Helaas is de dreiging van de coronapandemie te sterk gebleven en werden we weer op gepaste afstand van elkaar gezet. Ieder in zijn eigen huis, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Je zou er bijna wanhopig van worden. Gelukkig blijft er nog genoeg over om te kunnen delen. Bijvoorbeeld via de digitale snelweg, beeldbellen, een kaartje sturen en ja, zelfs een bezoekje mag nog steeds. Ik laat de grote wereldproblemen maar even links liggen. Niet omdat ze niet belangrijk zijn, maar omdat onze kracht ligt in de ontmoeting, het doorgeven van licht en warmte en van vrede. Onlangs werd onze moeder, Klaasje Gronsma, 91 jaar. Ze krabbelt er weer een beetje bij op, maar heeft het niet altijd makkelijk. Ze wilde geen bezoek op haar verjaardag. En dus was ze heel blij dat ik toch even langskwam. Even een beetje warmte, liefde en een gevoel van vrede. Het is zo belangrijk om dat door te blijven geven. Geef vrede door van hand tot hand. Je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren. De sterke, zachte hand, zij dank, die meer dan troost kan geven. Als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen. Ik hoop dat we verbonden blijven.